Park Road Café op 89.3 Radio West. Goedenavond. En vanuit een overbevolkt cultuurpodium de boerderij heet ik jullie van harte welkom bij wederom een fantastische aflevering van Park Road Café. Park Road Café, het programma wat elke keer weer verrast, verbaast en verbijstert. En waar jong en oud muzikaal vernuft elkaar omhelst. En waar muziek nog met een grote M wordt geschreven. En ondersteund allemaal door een fantastisch publiek. Park Road Café, we gaan genieten van 2 uur lang oorverblindende muziek. En de zoete, gezalfde, prachtige stem van medepresentator en producer van dit programma, Erik Kuilaar! Yeah. Dames en heren, hartelijk welkom bij deze 8e aflevering van Park Road Café hier vanuit de boerderij in Zoetermeer. En het is helemaal nog vol vanavond. Ja, ja, dat is fantastisch toch? We zitten bom vol vanavond. En we sluiten af vanavond, dames en heren, met een live act van heb ik jou daar. We hebben vanavond de Bloody Buccaneers hier in Park Road Café. Park Road Café. New Adventures, ooit geproduceerd door George Kermans. Fred, ons live act vanavond. Laat George Kermans dan naast me staan. Ja. Dames en heren, de Bloody Buccaneers. Ja. Helemaal uit het verre en gastvrije Limburg. Henkie. Ja. Jij... Ja, Jackie, George Kooijmans, je staat op de plek van George Kooijmans, je bent George Kooijmans, je klinkt als George Kooijmans, je speelt als George Kooijmans, alleen je ziet er niet uit als George Kooijmans. Je ziet er een beetje uit als mij. Hoe laat zijn jullie vertrokken vanmorgen? Ik heb 2 uur. Dat is middag, hier in Den Haag. Oh. Is het er weer, moet ik zeggen. 2 uur. Hé, hey, Bloody Buccaneers, je legt de lat hoog, hè? Als je een tribute bent van de Ering. Nou, het is liefhebberij, dus het komt in eerste instantie uit passie voort. Hè? Ja. En dan kijk je hoe ver je kunt komen, of mensen het leuk vinden. En mensen vonden het leuk, dus zijn we doorgegaan. Ja, kan je dit alleen maar doen als je echt een diehard fan bent? Denk het wel, ja. Denk het wel. Hoe meer diehard fan, hoe meer passie dat je erin kunt gooien, toch? Ga je ook in het dagelijks leven gedragen als een soort George Kooijmans? Heb je ook een tweede huis? Nee. Nee, joh. Nee. Ik vergelijk me niet met shows, joh. Nee. Maar ik maak maar gekheid. Maar het is echt serieus. Jullie worden alom gewaardeerd, hè? Ja, we krijgen vrij leuke reacties. Ja. Is wel leuk, ja. Ik zei, op Facebook heb ik een iets gepost. En ik zei, doe je ogen dicht. En je hoort kolonering. Daar ben je niet alleen in. Want Pinkbokbaas Jan Smeets is de grootste fan van jullie, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad, ja. Hij laat me ook steeds voor niks binnen als Iering in de Rode Hal speelt. Nou, ik denk dat als jullie gespeeld hebben, dat jullie ook voortaan voor niks de boerderij in kunnen. Oké. Nou, daar houd je aan. Oké. Okay. Lieve dames en heren, mag ik het daarvoor? Park Road Café applaus voor de Bloody Buccaneers!
zijn vier jongens uit Limburg, maar met het Haagse hart op de goede plek. Groen-geel bloed stroomt door jullie aderen, dat kan niet anders. Zijn toffe gasten, ook dat nog een keer. Zijn de enige vier Limburgers die ik eigenlijk mag. Nee hoor, nee, jullie zijn echt top. Lieve dames en heren, met dit fantastische live optreden van de Bloody Buccaneers staan wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Parkroad Café.